Oh god. Vertel maar wat je aan het doen bent. Dat is ze normaal wel niet, nu ook niet. Wacht, we zijn hier. Ja, dat weet ik wel. Hou je kop. Nee, hij loopt. Vandaag zijn we op het zomerspectakel van Helmond Noord. De sfeer is hier schitterend. Het zonnetje blijft een beetje achter, maar voor de verdere rest is het hier warm onthaal. Nicky Holske is er. Helemaal speciaal. En ook zoveel andere mensen. Het is super gezellig. Ga je mee een kijkje nemen? Hey, wat een mooi gezelschap. Nou, begin maar. Nicky Holske. Wat een lekkere man, hè? Ik mag hem vandaag wel vragen. Hier op het zomerspectakel van Helmond Noord. Hoe kom jij hier verzeild, jongen? Ja, het was blijkbaar al heel lang in de maak, deze event. En ik kreeg het pas 2 dagen geleden te horen dat ik hier aanwezig moest zijn. Dus, moest zijn? Heb je niks meer te vertellen? Jawel, ik heb wel iets te vertellen, maar ik vind het niet erg. Als ze tegen mij vragen, kom je even helpen, dan ben ik erbij. Jouw roots liggen hier, hè? Ja, ik ben hier opgegroeid, ja. Ik heb hier veel rottigheid uitgehaald. Wat mooi om te horen, hè? Ja. Hoe vind je het hier vandaag? Ja, leuk. Ik ben blij dat het niet regent en het zonnetje had wel meer maar gescheiden. Maar over het algemeen, het is een druk. Ik kan wel zien waar het de drukste is, hè? Bij welke kraam en welke stand het de drukste is. Ja, maar jullie zijn toch ook de zon vandaag hier? Jullie geven bijna licht. Ja, wij zijn de mannen van het licht, hè? De mannen van het licht. Ik heb het licht gezien. Ik heb het licht gezien. Wat moet ik? Naar Astrid en Michelle. Die is niet bij mij weg te slaan, jongen. Die is al de hele dag achter mij aan het lopen. I stick like glue. Ik ben getrouwd, wat moet mijn man niet denken? Komt door die kleur, hè? Ja, dat wel. Ik moet zeggen, ik ben mijn zonnebril vergeten. Ben je gewoon nog aan het opnemen? Ja, ik laat gewoon lopen. Ik knip aan die plak wel. Is dit nou ongeveer wat jij verwacht had van deze dag? Holsken. Ja, Nicky Holsken. Hè? Nicky Holsken, ja. Hoe komt het dan dat zoveel Helmonders Nicky Holsken zeggen? Tot die Helmonds praten. Het is gewoon even dialect. Ja. Die maken dan elk woordje. Een echte Helmonder die maakt dan elk woordje even een schuine streep aan. Daar maken we moois van. Ja. Joos, ga eens aan degene die het mogelijk gemaakt heeft. Ja, ik ben er niet zo gewend om. Daar kijk erin terug. Hey Astrid, dat is goed, dat is beter. Krijg jij nou ook zo de kriebels als je die mannen in het geel ziet? Nou, lekker toch? Hoe heb je die eigenlijk naar hier gekregen? Ja, we hebben onze contacten, hè? Zo noem je dat maar. Nee, dus, super. Ons kent ons in Noord. Ja, zeker. Het is wel heel speciaal. Er staat hier en chef. Chef Weber erbij. Chef, hoe bevalt het hier vandaag? Ja, goed. Vorig jaar stond mijn vrouw met ook al een paar kramen hier. En nou had Tone mij gevraagd, chef, lijkt het niet iets om jullie door demonstratie te geven? Maar ja, ik ben zo druk in de weer, Amerika, Las Vegas, Dierland, Delland. En toen een paar maanden geleden, of misschien wel een half jaar geleden, heb ik tegen Toon gezegd, we doen het. Maar ja, organisatie, ik ben alweer druk bezig met Nicky en mijn proefpartij. En ja, ik ben zelfs tegen hun vergeten dat we hier een demonstratie hadden. En ik heb ook te weinig jongens bij ons op de sportschool tegen gezegd. Dat het, dat het vandaag waren, anders waren er ook veel meer van mij gekomen. Maar ja, het is toch een geslaagde avond. De mensen hebben toch wat dingen gezien. Ze hebben Nicky in actie gezien, ze hebben met mij op de foto gekend. Dus ja, we hebben voor de wijk, waar we zelf wonen en Nicky groot is gebracht, toch een mooi ding mee samen kunnen doen. Heb je nou al nieuwe aanmeldingen voor de sportschool gekregen? Ja, dat weet ik niet. Dat boei ik mijn eigen ook niet zo. Dat verdiep ik mijn eigen ook niet zo in. Want ja, we moeten bijna zeggen tegen die kinderen dat we niemand meer aan kunnen nemen. Want het wordt gewoon te klein. Kijk, en als er dan mensen wie uit Nijmegen bij mij willen komen trainen. En je moet zeggen, ja, wij willen jou niet aannemen. Dan doet dat toch wel een beetje pijn in mijn hart om dat te zeggen. Maar misschien die jongen wie ik niet aan moet nemen, is misschien wel de Nicky Holske. Wie ik laat schieten, zeg maar. En wie dan misschien bij mijn concurrentje wel naartoe gaat. En door wel Nicky Holske zal worden. Als het nou zo hier voelt als een thuiswedstrijd, hè? Is het dan niet gewoon dat je denkt van, nou wil ik ook naar de rest van de braderie kijken? Ja, maar kijk, ik wil mijn sport doen waar ik goed in ben en daar wil ik dan over. En misschien dat ik mijn eigen dadelijk wel ga doen en dan wel ook in de keer over die ballerie lopen.
Kijk, ik ben niet zo'n ballerieman eerlijk gezegd. Dus ik ben meer een sportman. En ja, ik ben nu vanaf 11 uur al bezig. En ik denk dat ik misschien meer dan 150 rondjes met die jongens gepetst heb. Dus als de meerdere man van 53 moet doen, dus dan had je nu misschien al in het ziekenhuis gelegen met een licht hartinfarct. Nou, petje af voor deze kampioen dan vandaag. Graag gedaan.